Nu is de Haagse markt nog op 4 dagen geopend, maar dat zullen er af en toe 5 worden. Ondernemers willen namelijk volgend jaar op 6 zondagen open. Het gaat om een proef. We hebben hem gisteren geplaatst op Facebook. Het is echt niet normaal hoeveel reacties van consumenten we hebben gekregen die allemaal heel erg positief waren. Ik heb ook wat negatieve mensen natuurlijk, kooplieden gehad, die natuurlijk zeggen van ja, wordt het dan niet 6 en wordt het dan 12 en wordt het dan iedere zondag? Nou ja, kijk, en dat snap ik ook heel goed. Ik heb zelf ook een gezin en ik voetbal graag op zondag. Dus ik ben ook geen voorstander ervan om het bij wijze van spreken op iedere zondag te doen. Nu zie ik dat het op dit moment ook al erg druk is. Waarom kan het niet nu al worden ingesteld, zo'n koopzondag? Nou, uiteindelijk gaan natuurlijk de marktkoopluiden zelf over. Dus wij hebben het voorgesteld vanuit D66 en gezegd van we moeten het in ieder geval wettelijk mogelijk maken. Nou, en dat gaat gebeuren. En nu zijn de marktkooplui ook zover en hebben gezegd wij willen op zondag experimenteren. Nou, en dat juichen we even harte toe. Kijk, de ondernemers zijn natuurlijk bang en dat is vooral vanuit het verleden. Als je ze een vinger geeft, dan pakken ze heel je hand. En de ondernemer is bang. Kijk, ik wil gewoon kwalitatief 6 goede zondagen eerst neerzetten en daarna kun je wel kijken. Het heeft de gemeente ook veel geld gekost, de herinrichting van de Haagse markt. Is het dan niet gewoon een idee dat de gemeente kan zeggen, zorg ervoor dat er een koopzondag komt? Nou, de gemeente moet het mogelijk maken. Maar de ondernemers moeten het doen. En dus moet je niet gaan zeggen en je moet. Nee, we hebben de ondernemers gevraagd. En dat had ik van tevoren al gedaan. Want dat idee kwam vanuit ondernemers. En nu zie je ook dat die nieuwe vereniging van ondernemers op de Haagse markt, die onlangs gekozen is, zegt van ja, wij willen op zondag open. En dat is goed. Wanneer is die proef dan eigenlijk geslaagd? Je zegt van ja, als het succesvol is. Maar hoe valt dat te meten? Nou ja, dat pel je natuurlijk. Weet je, we kunnen natuurlijk sowieso een enquête houden na 6, of zeg maar, een heel jaar geprobeerd hebben. En dan dat je een enquête houdt en dan vragen van joh, willen we ermee doorgaan of niet? Ik verwacht dat de ondernemers een hele mooie dikke boterham kunnen gaan verdienen. En dan zeggen van laten we dat structureel blijven doen op zondag. De Haagse markt, misschien 1 keer in de maand, is denk ik ook al genoeg. Maar dat de ondernemers zeggen ja, die zondag is een toegevoegde waarde. Niet alleen voor de markt, maar voor de hele stad. Er kunnen dan heel veel extra mensen werken en dat is goed voor de Haagse economie en zorgt ervoor dat de werkloosheid met name hier in de Schilderswijk Transvaal ook omlaag gaat.